virus besmet mag raken. Dus geef iemand naast je of achter je hand en we wensen toe dat je met het juiste virus besmet mag raken. Als Jezus roept, hij er zelf ook is. Jezus roept je niet ergens in een donkere kamer of zo. Maar als Jezus roept, dan is hij er ook. Dat is kenmerkend voor Gods naam. Dat weten we al sinds Mozes. Als Mozes zegt, Heer, wie kan ik zeggen tegen het volk wie u bent? En dan zegt God, ik ben die ik ben. Dat wil zeggen, ik ben erbij. Dat gebeurde hier ook, hè. Jezus had gezegd, joh, ga varen. En dan komt een storm. Had hij dat nou niet van tevoren kunnen bedenken? Hij is toch de God van de wind en de zee. Wij zien het graag anders, hè. Wij zeggen maar dan zo, Heer, als u nou weet dat het gaat stormen, en u weet toch alles, dan kunt u ons maar beter niet op uitsturen. Hè, dan doen wij dat. Heer, als u nou weet dat het gaat stormen, dan kunt u ons beter even thuis gaan. Of andersom, als u ons nou wel roept, dan zou het wel prettig zijn als het niet gaat stormen. Maar zo doet God niet. Zo doet God niet. Het
zijn de elementen van het leven die God wil gebruiken om ons te vormen, zodat we worden zoals we bedoeld zijn, waar Hij ons voor bestemd heeft. Jezus is in de storm en Petrus is een klein gelovige als hij dat niet ziet. Jezus is er zelfs al voor de storm. Ik vind het geweldig wat God over zichzelf zegt als hij Jeremia roept. Dan zegt hij: eer ik u in je moeders buik formeerde, heb ik u gekend. Eer gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd, heb ik u apart gezet. Voordat je geboren was, voordat je uit de baarmoeder vloekte, was je al gekend door God. Dat is niet het komen met dingen van jezelf. Dat heeft niets te maken met je eigen prestaties, maar geloven op het water lopen wil zeggen met lege handen komen naar de gevende God. Jezus zegt, als ze in de storm zijn, houd moed, wees niet bevreesd. En dat zijn niet maar een paar geruststellende woorden waar hij de mensen rustig mee wil houden, maar een absolute verzekering dat je je veilig mag weten als Jezus erbij is. Houd moed, wees niet bevreesd. Ik ben erbij. En dat blijkt ook wel, hij heeft de situatie onder controle. En dat is ook de belijdenis van Petrus die dat meteen teruggeeft. Hij zegt, als u het bent, is alles mogelijk. Dat is niet maar een klein beetje, maar als u het echt bent, Heer, als u het bent die daar op het water staat, dan is alles mogelijk. Jezus weigert nooit als iemand tot hem komt. En Petrus falen, ook aan het eind, bij de verloochening van Jezus, is niet het einde van zijn werk voor God. Dat betekent niet het einde, maar maakt juist een nieuw begin mogelijk. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar als bij de opstanding van de Heer Jezus die vrouwen komen en ze vinden het graf leeg, en die engel zit daar, dan zegt die engel het volgende. Zeg zijn discipelen en Petrus dat Jezus weer voorgaat naar Galilea. Petrus wordt speciaal genoemd. Je zou kunnen zeggen, nou, je kunt gewoon zeggen, zeg maar tegen de discipelen, dan hoort Petrus ook bij. Maar die engelen, die weten wat er gebeurd is, die zeggen nadrukkelijk, zeg tegen de discipelen en tegen Petrus dat Jezus weer voorgaat naar Galilea. Het komt pas toen hij een en al hart was. Toen pas was hij geschikt voor het koninkrijk. Toen pas was hij geschikt om ook echt de stem van de Heer te horen. Dan beseft Petrus dat het niet om hem gaat en dat hij niet bij zichzelf moet beginnen, maar dat het erom gaat dat het niet het uitgangspunt moet zijn wat ik doe in het koninkrijk van God, maar dat het erom gaat wat God kan doen door jou in zijn koninkrijk. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mijn inzet. Het gaat niet om mijn prestaties. Het gaat niet om wat ik kan. Maar het gaat erom dat ik bruikbaar ben in het koninkrijk van God. En Petrus heeft die les heel hard moeten leren. Dat was een harde les voor hem. Dat hij inzag dat hij Jezus niet voor de voeten moest lopen door allerlei dingen te roepen en te zeggen en te doen. Maar hij was pas zover toen hij een en al hard was.